Uitgangspunten van het strafrecht. Waar heb je recht op? In Nederland staan de uitgangspunten van het strafrecht beschreven in de wet. Ten eerste moet het gaan om menselijk gedrag. Dieren kunnen bijvoorbeeld niet voor de rechter worden gedaagd. Ten tweede ben je onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. We spreken dus van een verdachte en dus nooit van tevoren al van bijvoorbeeld een moordenaar. Dat moet altijd eerst bewezen worden. Tot die tijd dus verdachte. Je hebt recht op een eerder proces. Dit is natuurlijk ook een grondrecht. Je kunt maar één keer voor hetzelfde feit worden veroordeeld. Dat betekent dus dat als de officier van justitie zijn werk niet goed doet en niet genoeg bewijzen heeft verzameld en je wordt vrijgesproken, dat je daarna niet voor datzelfde feit opnieuw voor de rechter kunt worden gedaagd. Bepaalde misdrijven kunnen verjaren. Dat betekent dat ze na een aantal jaren, en dat verschilt per misdrijf, niet meer strafrechtelijk te vervolgen zijn. Het enige misdrijf dat niet verjaart, zijn oorlogsmisdaden. Er wordt gekeken of er sprake is van noodweer of overmacht. Heb je gehandeld uit zelfverdediging of deed je het bijvoorbeeld om iemands leven te redden? Als je bijvoorbeeld een ruit ingooit om iemand uit een brandend pand te redden, is dat niet strafbaar. Er wordt gekeken naar de leeftijd. Onder welk recht val je? Moet je bijvoorbeeld naar de jeugdrechter? En dan gelden weer hele andere uitgangspunten. En ben je toerekeningsvatbaar? Een verdachte heeft recht in Nederland. Ten eerste heb je altijd het recht om te weten waarvan je verdacht wordt. Je kunt niet zomaar opgepakt worden zonder dat jij weet waarom. Dit moet je altijd verteld worden. Je hebt recht op een advocaat en kun je deze niet betalen, dan levert de staat een advocaat. Je hebt het recht om te zwijgen. Je hoeft dus niet de vragen te beantwoorden. Je mag maar beperkt vastgehouden worden. Je kunt dus niet jaren al in de cel zitten. Je hebt het recht om in hoger beroep te gaan. En nogmaals, als verdachte ben je onschuldig totdat is bewezen dat je schuldig bent. Jij hoeft dus niet te bewijzen dat jij onschuldig bent. Ook een slachtoffer heeft een paar rechten in Nederland. Ten eerste mag de slachtoffer zijn visie geven tijdens een rechtszaak. De slachtoffer mag dus zijn of haar kant van het verhaal komen vertellen. En ten tweede mag een slachtoffer een schadevergoeding eisen.